twee afleveringen of zo is goed. Ah, ik was al begonnen. Ah, ja, ja, prima. Maakt niet uit. Hallo, dat is een nieuwe aflevering van Skyrim. En we gaan lekker verder met Anil. En er was hier, als het goed is, ergens een beer. En dan zegt hij van, joh, je moet kiezen of je gaat sneaken langs de beer. Of dat je lekker gezien wil worden. Nee, wat je moet doen, je moet er eerst langs sneaken. En dan moet je weer teruglopen en dan kan je vermoorden. En dan krijg je dus eigenlijk dubbel profijt. Maar... Wat? Als je er langs sneakt, wat krijg je van... Als je er langs sneakt dan? Dan krijg je dus ervaring van sneaken. Oké. Okay. Dat is handig. Ik heb hier iets gevonden waar ik nog nooit ben geweest. Ik ook niet. Is er een weg naar buiten of zo? Misschien. Een andere weg naar buiten. Nee, hier is niks. Hier ligt ook niks, dat snap ik niet. Waarom leggen ze dan niet even, weet ik veel, een zwaard neer of zo? Weet je van, alsjeblieft. Dankjewel. Oh, wel een minor healing potion. Oh, en een skelet. Ja, dat is heel handig. Goud. En coin purse, altijd handig. Coin purse geeft money, money, money. Oké, en hoeveel geeft dat? Nou, 9 gold. Nou, een gegeven paard moet je niet in de bek schijten. Oké. Een paard zou ik sowieso niet in de bek schijten. Oh, hier ligt nog een coin purse, 13 gold. Nou tikt het wel aan hoor. Ik geloof dat die wel randomly generated zijn, het geld dat erin zit. Hoe crouch je ook weer met control, oké. Nee, bij jou C geloof ik. Nee, ik heb op control gezet. Oké. Hier kom je lekker... spinnetjes tegen. Ik ben bang voor spinnen. Nou, dat is nadelig voor jou. Grappig, ik ben niet bang voor spinnen. Spinnen zijn bang voor mij. Wat? Ben ik nou een man? Was ik nou een man? Nou, maakt niet uit. Even kijken. Ah, die neem ik mee. Ah, neem de Iron Arrows ook maar mee, joh. Oh, hey, hallo, nog gewoon een spinnen. Gewoon altijd meenemen. But, arrows wegen niks, toch? Frostbite Venom kan je ook nog dingen mee craften. Oh, nog meer spinnetjes. Ja, ik heb ze onder controle. Komt omdat je een vrouw bent. Denk het ook, ik heb tieten, ze zijn bang voor mijn tieten. Tette. Tadadan, tadadan, ik ben Stefan, ik ben cool. Oké, waar is die beer nou dan? Die beer was... Ga je daar een parodie op maken op Skyrim Theme? Zo van, ik ben Stefan, dus tieten... Wat? Tieten zijn cool? Zoiets, denk ik. Dat zou wel worden, ja. Dat zou het worden. Of... Oké, wil je even een notitie maken dat deze aflevering moet heten Titus en Cool? Oké. Typ maar even een Skype gesprek of zo. Hallo, ga eens aan de kant. Hoop te praten steeds, man, lul. Oké, die beer is hier volgens mij. Ja, hij staat gelijk in de weg. Dat vind ik wel zo grappig. Zo van, ja, dan moet je hier even wachten. En dan loopt hij zo voor de voeten. Oké, nou ga ik dus langs die beer sneaken. Ja. En hoe zie je dat je er experience voor hebt gekregen? Ja, dat komt er zo in beeld waarschijnlijk als je, dat je een level omhoog bent gegaan. Oké, ik ben er langs. Maar ik heb, er staat niks dat ik, wat ik ervoor heb gekregen. Ga eens terug. En dan achterlangs sneaken, gewoon vlak achter de beer. Als je wakker wordt, dan maak ik je dood, dat weet je? Ah, dat is niet zo heel moeilijk. Ik heb hem vorige keer ook verslagen. Nee, dan maak ik jou dood, zei ik. Oh, ja, dat mag ook. Oh, hij is wakker. En hij is in een beetje knorrige bui. In een berige bui, oké. Berige bui. Er staat ook echt detected, god, denk je. Nou, bedankt voor de tip, Anil. Graag gedaan. Flikker. Je moet ook de hele tijd gecrouched blijven. Ik bleef gecrouched. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Nou, lopen. Wat is hier boven dan? Oh, ik denk dat er niets is. Helemaal geen irritering. Lopen. Die gast is echt langzaam, jongen. Echt. Als ik hem kan doodmaken, ik doe het. Waar ik er zo goed in ben, is zorgen dat er geen witnesses zijn. Ja, gewoon overal vuur overheen spelen. Stel, ik ga wat aanvallen, zorg ik ook dat iedereen zo dood is dat niemand me kan verlinken. Oh, wacht maar totdat je een white run komt met de guards. Ja, Whiterun probeer ik niet zoveel te flikken. Ik zou nergens wat flikken als ik jou was. Tuurlijk wel. Oh ja, trouwens, de grond, de vuistregel van Skyrim is geen kippen vermoorden. Waarom niet? Als je een kip vermoordt... Ik zie een draak! Ik ga hem uit de lucht schieten! Wat? Ga je dat risico echt nemen? Ik heb gemist, denk ik. Helaas.
Even quick save. Ja, ik wou het risico. Probeer je vanaf daar een draak neer te schieten. Omdat hij niet dichterbij was. Hé, wat is dit? Het is gewoon een muur, man. Nee, dat maakt geen sens. Hé, wat is dat? Oh, hé. Een schietvrouwtje, een hunter. Oepsie, ik val eraan. Doodmaken. Zijn enemies. Ze maakt een wolf dood. Nee, dat mag niet. Nee, ik ben eventjes bezig met een hunter doodmaken. Oh! Oh, door zijn ruggengraat! Vuile slet! Door zijn ruggengraat? Ja, het is een man. Ik zag het verkeerd. Een longbow, die heb ik al. Oh, lekker dronken worden. Cooked beef, dat is wel goed. Deer hide, goat hide, neem alles maar mee, joh. Gewoon alles meenemen. Dan kan je ook met de hides en zo, dan kan je ook wapens mee. Kan je leer mee craften, dan kan je ook nog wapens mee craften. Okay, armor heb ik allemaal niet nodig. Die heb ik ook niet nodig. Als de gewoon lockpicks altijd meenemen. Ja. Maar hoe beter je wordt in lockpicken, dan kan je ook steeds zo'n ding selecteren op een gegeven moment. Zo van ja, novice locks zijn bijvoorbeeld makkelijker en uiteindelijk kan je dat zo maximizen totdat ook master locks bijvoorbeeld makkelijker worden. Nou, ik ben Stefan, alles is makkelijk voor mij, man. Nee, echt niet. Even zo tussendoor, weet je hoe laat het is, Aniel? Het is 7:15 geweest. Oh, dan heb ik nog even. Vanaf verjaardag van mijn neef en zo. Ik ga hier gewoon voor afspringen, ik zie al wat er gebeurt. Dan ga je dood. Nee man, kijk dan, ik overleef gewoon. Oh, ik dacht dat je in één keer naar beneden ging gaan. Nee, ja, niet. Ik ben niet helemaal dom. Nee? Nee, wat is dit? Dat is een paddenstoel. Cool. Nee, dat is een boom. Ik wil vechten. Is het een paddenstoel? Is het een boom? Nee, het is Stefan. Oeh, ik heb een pad gevonden. Kan ik hier overheen springen? Ik denk het al. Ah! Nope. Tuurlijk, je kan alles doen in Skyrim. Je kan ook met paarden springen en zwemmen. Met paarden zwemmen, dat is een van mijn hobby's. In het echte leven. Ik hou van paarden. Paarden zijn mijn droom. Paarden zijn cool. Paarden is mijn nieuwe liefde. Paarden. Als ik een draak tegenkom. Paarden houden van mij. Amika. Oeh, een kip. Wat gebeurt als ik hem echt doodschiet? Wat? Die kip. Dan word je Nou, wat mijn vriend dus had gedaan, die moest een hele save verwijderen, omdat overal waar die kwam, gingen cards hem gelijk aanvallen. In elke stad. Ik heb dat geschoten. Nou komen als het goed is cards achter je aan. Meestal. Want degene die ik moet hebben, die gaat best gewoon wegrennen. Hallo. Hey. Hallo, dit zijn gewoon burgers. Kijk dan bounty overal. Ik hou niet eens van bounty, man. Zie je, wordt allemaal aangevallen omdat je een kip hebt geslacht. Ga dood. Ah. Stefan, vast de grond. Dat is de vuistregel van Skyrim. Oké, ik maak hem niet dood. Je bent al zo wat dood. Je maakt nou ook al mijn shopkeepers ook dood. Weet ik man, maar jij loopt echt vet achter. Oh, even weg doen. Een van de dingen die ik mezelf heb geleerd. What do you have got for sale? Is dat je dus niet je wapen in een stad ready moet houden. Want ik ken mezelf, dat gaat nooit goed. In een stad wat moet houden? Je wapens op ready, zeg maar. Even Oh, jij valt gewoon random dingen aan. Ik ben geneigd om heel snel mijn muis in te drukken, ja. Waarom? Omdat ik een pro ben in alles wat ik doe. Een dikke emoji hier. Daarvoor, ik wil die verkopen. En dan die houden. En dan die verkopen. Je lijkt wel een vrouw als van ja, ik wil dit hebben, maar ik wil dat, wil ik weg hebben. Even rustig man, ik moet toch even focussen. Ja, ja. Even kijken, zo. Mag ik het nog een keer kopen? Want nou ga ik kopen. Kijken of je nog wat te koop hebt. Iets wat mij wellicht kan interesseren. Oké, een hunting bow. Weet dat die sterker is dan mijn huidige boog, maar dat geeft niet. Dan moet je even kijken of er een plusje staat. Ja, maar ik heb nu iets anders geëquipt. Dus. Iron Arrow 75. Ik wil ze alle 75 hebben. Hoor je allemaal geluid van mijn microfoon? Wat zeg je? Hoor je dit soort geluiden? Net heel eventjes, maar nog niet storend, zeg maar. Oké. Oh, wacht even. Oh, wacht even. Dat kan ik niet allemaal kopen. Of wel? Okay,
Ja, Allah weet je, je hebt het van 121 goud. Dat is lastig. 141. Dan ga ik even kijken. Een Gewoon Iron zo veel Dagger of mogelijk. Souls? Ja. Ik heb geen flauw idee wat het allemaal is, joh. Ik wil maar wat. Die mace, die wil ik op zich ook wel. Die is wel sterk. Sterker dan wat ik nu heb in elk geval. Een pickaxe, net als in Minecraft. Gaaf. Yes, Aniel zit. Aniel? Ja, ik ben Oh, er. gelukkig. Eigenlijk heb ik er te Mace. weinig. Ik wil de steel mace hebben. Die ziet er cool uit. Ik weet niet, is een mace ook one-handed? Nou, wat ik heb gezien is als hij rechtop staat, is hij one-handed. En staat hij schuin, is hij two-handed. Oh, dat wist ik ook nog niet eens. Nou, dat is mij opgevallen. Ja, even kijken, heb ik niet nog wat om te verkopen ofzo? Zo. Officieel, oh wacht, ik heb nog genoeg om te verkopen. Die kan weg. Die kan weg. Die mag weg. En die mag weg. Shit. Even kijken, heb ik hier nog wat om te verkopen? Die mag weg. Dat schild kan je houden. Te laat, ik hem al verkocht. Shit, heb ik niks meer om te verkopen? Alsjeblieft. Oh, kom op. Oh, kijk. Nou, dat levert toch niks op. Hoeft niet. Stefan? Ja? 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 Oh, nou, ik heb precies genoeg. Cool. Oké. Aniel is denk ik weer weg, alweer. Yay, Aniel. Woe! Leuke serie met jou. Die wil ik op mijn. Nee. Ja, klopt wel. En die wil ik gewoon even weg. Mijn internet is echt brak. Ik vergeef je, man. Oké, even ready. Waar is mijn vuur? Waar is mijn vuur? Je vuur zit bij mij, Dick. Zo. Heb ik het nu goed? Kijk eens, ik heb. Oké, dit is cool. Dit is cool. Ik ben er klaar voor. Stop de Ik beentjes. moet nog een klein beetje verkopen en dan ben ik. En dan gaan we weer echt verder, oké? Je moet dus ook vet nodig piezen, dus ik ga de aflevering zo wel afsluiten. Als ik moet Ja, plassen, dan moet ik plassen. dat was prima. Doeg, Warax. En die longbow zal ik nooit genoeg geld voor hebben. Oké. Mensen! Oh nee, we gaan even dit nog doen en dan ben ik echt klaar. Nou, je vindt wel heel veel bows hoor. In je Oké. eerste dungeon of zo vind je al een bow met normaal 12 damage. Oh, mooi. Mensen, ik hoop jullie een leuke aflevering vonden en ik hoop jullie gauw weer te zien. Doei!